Rosanne is wijkverpleegkundige. Ze helpt cliënten zo zelfstandig, veilig en gezond mogelijk te leven. En ze is altijd op zoek naar hoe ze de zorg op de kaart kan zetten en kan verbeteren. Hi! Je noemt jezelf gezondheidsbevorderaar. Leg eens uit. Je kijkt juist niet naar de ziekte, maar naar de gezondheid. En hoe kan je nou de gezondheid verbeteren? En daarom zeg maar gezondheidsbevorderaar. Omdat het niet gericht is op ziekte, maar gericht is op gezondheid. Dus eigenlijk de positieve kant dan, ja. Meer op het herstel gericht bedoel je? Ja. En wat ga je vandaag voor mevrouw Birkenhäger doen? Normaal dan komen we hier 's ochtends en dan helpen we mevrouw met het wassen en aankleden. Waarvan ze eigenlijk het meeste zelf doet. Eigenlijk is het meer stimuleren dat ze de ontbijtje gaat maken en dat gaat opeten. En dan geven we ook medicatie. En hoe vind je het om voor haar te zorgen? Ik vind het echt ontzettend leuk. Ik vind mevrouw dus echt gewoon een inspiratie voor mij als persoon. Eén keer raden ze bijvoorbeeld aan van ja, de Groene Amsterdammer is echt ontzettend leuk tijdschrift. Dus ik dat lezen. En toen heb ik ook zelf een abonnement genomen. Dat zijn toch hartstikke leuke dingen. Dat het ook gewoon je persoonlijke leven soms raakt. En daarnaast vind ik het ook gewoon ontzettend leuk. Omdat we mevrouw echt ondersteunen dat ze gewoon ja, zo lang mogelijk hier thuis kan blijven wonen. Want dat wil mevrouw gewoon echt heel graag. Als wij er gewoon niet zouden zijn, dan zou dat moeilijker gaan. Ik had nog helemaal geen idee over wat voor een organisatie ik binnenstapte. En toen kwam dus Rosanne, bijzonder vriendelijk en gastvrij bij mij over. En dat is ze ook nog steeds. En wat betekent je werk dan nu voor jou? Voor mij is het waar ik echt heel erg veel gewoon geluk uit haal. Het inspireert me ook gewoon om de persoon te zijn die ik eigenlijk ben geworden. Je gaat naar je werk, je hebt echt een doel. Ik heb echt een doel van ik wil echt de zorg in de wijk gewoon verbeteren. En ik denk dat je dan zo'n doel hebt, wat je echt nastreeft, dat maakt je dan ook gewoon gelukkiger in je eigen leven. Ik had laatst bijvoorbeeld een cliënt waarbij ik dan kwam om de zorg af te sluiten. En dat iemand dan zegt, nou ja, door jou kan ik nu echt weer beter omgaan met mijn ziekte. En dan denk je echt van, ja, dan ben ik echt trots dat je dan toch samen met die cliënt die doelen hebt behaald. Want dat is, zo zie ik het wel echt, dat je samenwerkingspartner bent. Dus niet van, dit is de zorgverlener en dit is de cliënt. Je bent echt gelijk aan elkaar. En wat vind je het mooiste aan je baan? Het mooiste vind ik als je echt kan ontdekken wat precies de zorgvraag is bij een cliënt. Dat je daardoor echt de juiste zorg levert en vervolgens iemand echt in zijn kracht zet. En daarmee dus echt iets bereikt met die cliënt. Dat vind ik echt het leukste aan mijn baan.